Monniking. Hans IJzers en ik hebben de stichting overgenomen. En we moeten begin jaren 80 geweest zijn met de opkomst van het blad Vinyl. Hans was toen tour manager van een aantal bands uit Engeland. En toen Vinyl kwam, toen was er zo'n Nederlands bandje uit Nijmegen, Mechanic Commando. En die hadden wij geprogrammeerd. En ik zei tegen Hans van, nou, als je nou een band zoekt, een Nederlandse band, om te promoten, dan moet je deze nemen. En het is zo gebleven. Met Mechanic Commando bleven de Engelse bands ook komen. Zoals een van de hoogtepunten was dan toch wel Daniel Miller, die met Frank Tovey van Fat Gadget kwam. En in het voorprogramma stond Non, een Amerikaanse performance kunstenaar met een heel mooi Amerikaans haarnetje op en zo'n mooie vlinderbril. En kijk, we hebben even een kleine interruptie. Heel toepasselijk, want de muzikant Non die had twee frequenties. Een mooi kastje gesoldeerd, twee frequenties. En het was een hele muzikale idioom. En dan had hij nog teksten bij die heel gevoelig waren. Hij kwam zelf boven de eigen haar niet uit. Maar dat was een hoogtepunt. De kraan stond toen helemaal vol. Het was net een grote entree van Fat Gadget. En dat was heel leuk. We hadden ook dieptepunten. Vele financiële natuurlijk, maar dat kun je nauwelijks nog dieptepunten noemen. Het grootste dieptepunt was wel dat we niet altijd even goed overweg konden met de motorclub die hier ook in zat, in de kraan. En er is één keer, herinner ik mij, een enorm gevecht uitgebroken om niks natuurlijk. Maar goed, als iedereen bier drinkt en niet dezelfde idee heeft van muziek, dan kan dat wel eens uit de hand lopen. En dat gebeurde toen ook, dus inclusief politieinval en bloed en zo. En was dan heel spannend. Dat is wel een dieptepunt. Op een gegeven moment zijn we naar het Spuigat uitgeweken en toen kwamen er denk ik maar 6 bezoekers. En moesten we de band uit eigen zak gaan betalen. Dat was het einde van ons termijn Bobby King. En ik vermoed dat dat ongeveer 1983, 1984 is. We hebben hele leuke acts gehad. Natuurlijk Nasmak, Truus de Groot. We hebben Meccano gehad, noem maar op, alle bands, new wave bands zeg maar, uit die tijd in Nederland. En het hele Torso label, Vice, Mechanic Commando, Das Wesen. We hadden performances, we deden films, de eerste muziekvideo's die werden uitgebracht van een Factory label. En ja, spannende tijd. En even kijken. Er was nog iets, de toekomst die Bobby King zou toewijzen. Dat is heel erg verbonden met, naar mijn gevoel, muziek. Ik weet dat, we zullen even wachten. Nee. Dit is ongeveer mijn muziek, mooi, industriële sound op kasseitjes. Bobby King en de toekomst. Ik denk dat er altijd een underground, waar ook ter wereld, een heel belangrijke rol blijft spelen voor de cultuur. Het is zelfs een drijvende kracht voor de cultuur. Als die nergens verbonden is met underground, dan wordt het een item, wordt het een trend, wordt het een financieel gesteund iets van wat dan ook. Een underground betekent dat het uit mensen zelf komt en meestal zijn dat jongeren. En ik denk dat muziekcultuur, zoals Bobby King die voorstond, wel heel erg vertrekt vanuit jongeren. En nou, dan sta ik hier dan als een ouwtje. Dus dan denk ik toch van jongeren zullen blijven. Dus die muziek zal ook wel blijven. Of het precies die new wave en die punk esprit heeft die wij hadden in die tijd, begin jaren 80. Dat het echt samenkwam, ook met heel veel beeldend kunstenaars en filmmakers. Dat blijft gewoon de vraag. Een underground circuit in Dordrecht blijft ook heel moeilijk, want het is toch wel verbonden met hogere beroepsonderwijs, universiteiten. En daar heeft Dordrecht nooit genoeg van gehad, als het er ooit is geweest. Dus ja, ik wens de nieuwe bestuur heel veel geluk toe en minstens nog de komende 40 jaar.